Op 25 juli 1941 wordt een Wellington Delsketten boppe Boersum. De bemanningsleden krijgen een graf op het Noorderbegraafplak in Ljouwert. Maar haar naam steen net op een stien. De stichting Missing Airmen Memorial denkt dat ze in 2009 de identiteit van de vleerders voen haar. Maar moet wachten op bevestiging uit Engeland. En die is no kaam. Ik ben ontzettend blij, want dit is natuurlijk de kroon op het werk van onze stichting. Een dossier wat inmiddels 73 jaar op een plank gelegen heeft, waar men in de oorlog niet uitgekomen is. Dat wij dit zo lang na de oorlog nog rond kunnen krijgen, ja, dat is echt een boppenslag, zou je in het Friese zeggen. Maar makkelijk wie het net. Ik komt er bij de ziektocht naar de identiteit van de bemanningsleden net een soort maaiwerking uit Engeland kwam. In Engeland daar hebben ze eigenlijk niet zoveel met de geschiedenis van bombencommand. Nou ja, en het gaat ook allemaal heel bureaucratisch, heel traag. RAF bombencommand heeft natuurlijk industrie vernietigd dat nodig was voor de oorlogproductie. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook duizenden bewoners van onder andere Hamburg, Bremen, Berlijn omgekomen. En dat is eigenlijk wel een zwarte vlek op hun blazoen. Maar de namen binnen no bekend en dus zal deze graafsteen zo gauw als mogelijk vervangen worden. Er staat nu nog op four airmen, maar het zijn er toch echt zes. En hun namen moeten terug. Dus er gaat een nieuwe steen. Die wordt gemaakt door de Commonwealth War Graves Commission. Dat is ook de eigenaar van dit soort grafstenen op de Nederlandse begraafplaatsen. En als het aan ons ligt, wordt die heel spoedig hier op de Noorderbegraafplaats neergezet.